Laten we nu gaan naar de wedstrijd van vandaag. Een belangrijke wedstrijd tussen Forwards en de ploeg van Inter Mungo Tapu. Dit is een verkeerde uittrap van Andio Adipi. En Raai Pina zegt dankjewel, doelman Adipi. Hij scoort 1-0 voor de ploeg van Forwards. Forwards staat voor met 1 tegen 0. Maar Inter Mungo Tapu komt terug. Miguel Darsson die vindt Shamil Edward goed met een hoge bal en die maakt 1-1. 1-1 is het dus. Safian Tehuur kansloos. Onder de lat bij de ploeg van Forwards. En dit is een magistrale vrije trap van Glerby Eduard. Verslaat Huur met een golasso. En Inter Mungo Tapu staat voor met 2 tegen 1. 2-1 voor de ploeg van Inter Mungo Tapu. Machtig genomen vrije trap. Eigenlijk zou doelman Huur de bal moeten zien. Maar ja, deed het niet. Inter hier vanuit de linkerflank. Een lob in het gebied. Komt bij Karim Kwasi terecht. En die neemt de bal direct op zijn wreef. En scoort 3-1. Huur weer kansloos. Heel mooi doelpunt van Inter. 3 tegen 1. De eindstand. Sorry, geen 3 tegen 1. De eindstand. De tussenstand is 3 tegen 1. Want Forwards zou toch terugkomen. Felicitaties hier voor een doelpunt te maken. En dit is Forwards. Joel Pengel krijgt hier de bal op links. Trekt voor en Valerie Wewe kopt in en verslaat Andio Adipi. En de eindstand is dan 3 voor Inter Mungo Tapu en 2 voor Forwards.